Welkom op deze videoles over kust, onderdeel van wonen in Nederland. We hebben natuurlijk harde kusten en zachte kusten. Nederland is natuurlijk een zachte kust. We onderscheiden in Nederland ruwweg drie soorten kusten. In het noorden de Waddenkust, die er ongeveer zo van dichtbij uitziet. Natuurlijk hebben we hier en daar dijken, harde kusten. Dit is dan de dijk in Groningen. En elders aan de kust hebben we natuurlijk nog kleine stukjes dijk. En we hebben de Duinenkust, nou die ken je wel, die ziet er zo uit. En we hebben de Delta, het estuarium eigenlijk, de estuariumkust. En die ziet er dan vaak zo uit. Er zijn verschillen, er zijn ook overeenkomsten. Voordat we ingaan op de morfologie van de verschillende Nederlandse kusten en wat we eraan doen, moeten we ons even realiseren dat we te maken hebben met een zeespiegelstijging. Hoe snel die zal gaan en hoe hoog die zal worden, dat weten we nog niet. Hangt af van klimaatverandering. Hier zie je een aantal prognoses. En dan varieert dat dus heel sterk tussen minder dan een meter tot en met 5 meter aan toe. Wat zijn de oorzaken van deze zeespiegelstijging? Die zijn in absolute zin uitzetten van het oceaanwater, smelten van Groenland, smelten van het Antarctica. En er is natuurlijk ook nog relatieve zeespiegelstijging, omdat het land daalt. De zeespiegel kan ook tijdelijk stijgen, tijdens een storm of bij springvloed of allebei. En dan heb je natuurlijk te maken met nog een hogere zee. Gaan we eerst even een kijkje nemen in de Waddenkust. Natuurlijk heb je daar ook een beetje duinenkust aan de buitenkant van de Waddeneilanden. Daar liggen gewoon duinen. Daarachter ligt het Wadgebied en het Waddengebied dat wordt gevormd door vooral sedimentatie. En dat komt omdat hier is veel turbulentie en dan bij vloed komt dat tussen die eilanden door. Overigens natuurlijk aan die kant van het eiland ook. En omdat de getijdenstroom van die kant komt, is het eerder hier dan daar. Dus op een gegeven moment krijg je natuurlijk een soort verschuiving van de getijdenstroom steeds meer naar het noorden. Dan komt er sediment wat al in de Noordzee in suspensie is, komt binnen. Vervolgens staat het even stil omdat het eb wordt. En dan gaat het er weer uitstromen, maar dat is toch iets minder krachtig als wat er in komt stromen, waardoor er altijd sediment achterblijft. Dus per saldo is er sedimentatie in de Waddenzee. Waarom is die dan niet dicht? Nou, omdat er ook nog bodemdaling is. En dat heeft te maken met de plaattektoniek. Scandinavië is nog omhoog aan het gaan, omdat daar het ijs nog maar 8000 jaar geleden gesmolten is. En wij gaan een beetje naar beneden. Nou, een aantal andere kenmerken is dat het via geulen binnenkomt. Dat zag je ook een beetje in het eerste plaatje. En dat de plek waar de beide stromingen elkaar ontmoeten, daar is eigenlijk helemaal noodstroming. Dat heet het wantij. Daar gaat het water alleen maar omhoog en weer omlaag. Geen kust die bijzonder bedreigd is, behalve natuurlijk de buitenkant. En daar wordt ook wel zandsuppletie, komt later meer toegepast. Maar het is een heel belangrijk gebied voor natuur. Er wordt elke keer nieuw sediment, nieuw voedsel aangevoerd. Daar zijn er veel schelpen, daar komen er veel vogels voerageren. Een heel belangrijk gebied. En het evenwicht daar is ook zeer belangrijk voor de natuur. Duinenkusten die vormen zich als er veel zand is en een ondiepe zee, waardoor golven het zand kunnen meenemen naar de kust. Dat zie je bij het linkerplaatje afgebeeld. Eenmaal op het strand geworpen kan het in sommige omstandigheden drogen. Dan kan er een inlandse wind zijn en dan wordt het meegenomen en dan vormen zich duinen. Zijn er eenmaal duinen gevormd, wat natuurlijk in Nederland heel vaak gebeurt, dan krijg je heel veel verschillende natuur. Gebieden, zonering, hè, een zoute zone, een minder zoute zone. Veel gradiënten, van zout naar zoet bijvoorbeeld. Maar ook van droog bovenop een duin naar nat aan de voet van een duin. Veel wind en zout water vanuit de zee. En hier weinig wind en weinig water. Kan enorm verschil zijn in wind. Dat noem je gradiënten. En juist aan de buitenkant is natuurlijk heel veel dynamiek. Hè, een plant die hier groeit, een beestje wat hier leeft, zal te maken hebben met hele droge omstandigheden, hele natte omstandigheden, ontzettend hete omstandigheden als de helling op het zuiden ligt, maar juist ook de hele koude omstandigheden in de winter, omdat er heel weinig afdekking is en dus heel veel uitstraling van warmte. Dus een zonering, veel gradiënten en veel dynamiek. Verder is er natuurlijk een kwestie van dat deze kust nogal gevoelig is voor erosie, daarover straks meer. Nou, er is nogal wat erosie. Hè. Hier zie je dat de zee op een bepaald moment echt het duin bereikt heeft en het duin aan het afbreken is. Nou, dat willen we natuurlijk niet. We willen graag grote, brede stranden, zodat bij een storm de zee heel lang overdoet voordat het hier is. En er heel weinig energie over is voordat het daar is aangeland.
eigenlijk is het zand een beetje op, dus daarom doen we aan zandsuppletie. We halen het uit de diepere zee, we spuiten het voor de kust. Het is een vooroeversuppletie, zoals je hier ziet. Het strand hogen we zelden meer op. En als je het heel groot aanpakt, dan leg je een heleboel zand neer, zoals bijvoorbeeld bij de zandmotor en bij de voormalige Hondsbossche zeewering. Nou, dan kan de zee weer bij het zand. En dan kan het meegenomen worden naar het zand en verplaatst worden naar het zand. En zo onderscheid je eigenlijk verschillende zones aan zo'n kust. Een diepe zone, waar je eigenlijk niet zoveel aan hebt. Maar als er dan een goed kustfundament is, want zo noem je dit eigenlijk, dan kunnen de golven het zand meenemen en dan kunnen de golven het afzetten op het strand. Tijdens een storm krijg je veel meer erosie eigenlijk hier. Omdat ja, dan is eigenlijk de hele Noordzee aan het schudden en dan gaat het zand eigenlijk naar de laagste plek. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de processen die elkaar tegenwerken. Vergeet niet te snappen dat er ook nog stroming langs de kust is. Hè? In Nederland van zuid naar noord met vloed en van noord naar zuid met eb, wat ook weer zand meeneemt. Nog even over verzilting hebben. Nou, vlak bij de kust heb je natuurlijk sprake van zout water wat in de buurt is, maar er zit ook onder oud zout water, want de Nederlandse westelijke kust was natuurlijk zee 8000 jaar geleden, dus er zit heel veel water onder. En dan zit er een zoetwaterlens op, dat is gewoon het neerslagoverschot. Maar daaronder heb je het zoute water. Stijgt naar de zeespiegel, dan komt er eigenlijk water omhoog. En aangezien we ook nog sprake is van bodemdaling, kan je zien dat we daardoor al verzilting krijgen. We krijgen ook verzilting doordat in een rivier het zoutwater wat dieper doordringt als de zeespiegel hoger ligt. En het laatste is natuurlijk nog dat we dit zoete water ook nog afvoeren of gebruiken. Of tijdens hele droge periodes is het er gewoon niet voldoende. Soms vullen we dat in het westen van het land aan met rivierwater uit de Rijn. Maar ja, als de Rijn bijna droog staat. Dat was denk ik bijna alles. Er is nog één sheet te gaan. En dat is wat er nu eigenlijk gebeurt tijdens zo'n hoogwater. Dus als er storm is, nou, dan hebben we een aantal verdedigingsmechanismes. Dit is de Maaslandkering, die gaat dan dicht. Maar dan moet de rivier natuurlijk wel zijn water kwijt kunnen. En daar hebben we iets voor gebouwd in de buurt van waar de Maaslandkering is. Want de Maaslandkering is natuurlijk daar ergens in het noorden. Dan kan het water omgeleid worden naar dit gebied. Dat is een zoommeer van het Volkerak. Het heet dus ook het Volkerak Zoommeer. En op een iets groter schaalniveau voeren we via de IJssel ook zoet water af naar het IJsselmeer. Al waar we dat kunnen opslaan voor als er te veel droogte is, dan kan het weer teruggeleid worden via het IJsselmeer. Dit zou je op veel grotere schaal gaan zien nog, want we hebben heel veel watertekort. Nou, dit was in vogelvlucht de kust. Bedoeld om het toch een beetje, ja, ontzettend veel stof, dus even snel uitleggen. Dat is een goed begin, denk ik. En veel succes met alle andere oefeningen die er zijn. En het boek natuurlijk niet te vergeten.